Welkom in Kitty's keuken. Ik ga Italiaanse kabeljauwschotel maken. De oven staat pas voor te verwarmen op 220 graden. Ik ga het voor 2 personen doen, maar als je meer personen hebt, dan ga je het gewoon verdubbelen. Wat heb je ervoor nodig? 250 gram kabeljauw, ik heb kabeljauw haasjes genomen, maar je kan ook filet nemen. Ik heb het in repen gesneden. 200 gram verse spinazie, de steeltjes eraf heb ik ook in repen gesneden. Een gesnipperde ui, knoflook en een kwart rode peper. Wat trostomaatjes, kan je zelf bepalen hoeveel. 75 gram gorgonzola. 100 milliliter kokeroom. En natuurlijk een ovenschaal. Ik ga beginnen met de olie in de koekenpan te verwarmen. Ik heb 2 pannen. In de eerste pan ga ik dus de ui, gesnipperde ui met knoflook en rode peper fruiten. Dat moet zachtjes gebeuren en ja, daar moet je gewoon weer eventjes de tijd voor nemen. Inmiddels heb ik in een tweede koekenpan even de spinazie gebokt, snel. Daarbij doe ik dus nu de ui uit de andere pan met de knoflook en de peper. Die gaat er doorheen. Daar gaan ook de tomaatjes bij die ik doormidden gesneden heb. Dat laat ik nog heel eventjes op een zacht vuurtje staan. En terwijl dat klaar is, heb ik de room in een steelpannetje gedaan, de gorgonzola erin. En die laat ik nu op een zacht vuur even smelten, dat er een saus ontstaat. Inmiddels heb ik ook een ovenschaal ingevet met olijfolie. En alles staat klaar en het wachten is een beetje op de saus. Maar daar moet je dus even een beetje geduld voor hebben. Ik heb het spinaziemengsel in 2 gedeeltes verdeeld. In de ovenschaal heb ik een laagje kabeljauw neergelegd, dunne repen plat neergelegd. En daar ga ik 1 laag op doen. Als dat erover verdeeld is, wordt het tijd om de tweede helft van de kabeljauw eroverheen te doen. Dat ga ik dus nu doen. Inmiddels heb ik alles opgebouwd in de ovenschaal. Het ligt allemaal op elkaar in laagjes. En hoe meer je hebt, hoe meer laagjes je kan maken of een grotere schaal kan nemen. De room en de gorgonzola zijn samen versmolten tot een heerlijke saus. En die ga ik er dus nu overheen schenken. En dan gaat de schaal voor 20 minuten in de oven. Inmiddels heb ik de afwas gedaan. Ik heb spaghetti gekookt, want ja, het heeft een Italiaans tintje. En dan vind ik het heerlijk om er spaghetti bij te eten. En trouwens, kabeljauw en spinazie vind ik ook een verrukkelijke combinatie. En dan zeker met gorgonzola. Ik heb de schaal uit de oven gehaald en ik ga een bordje opmaken. En daarbij doe ik natuurlijk wat spaghetti.
En zo ziet mijn bord er dus uit. En omdat het een Italiaans tintje heeft, zeg ik buon appetito.